zeg, wat, ik heb gisteravond even een stukje gezien over die kerstballen, wat hilarisch. Hilar, hoor iedereen erover. Nou, geweldig. Ja, maar wat was het nou? Nou, ik weet niet of jij het kan lezen, maar ik niet. Nou ja, ik bedoel heel stoer, maar ik kan het ook niet lezen. Dit is toch een knaller, jongens. Hier de wintersport mee opkomt. Wil je nou aangehouden, Mark? Waarschijnlijk. Nooit gebeurd. Nou jongens, we hebben 1 miljoen streams gehaald met het liedje De Motten. Nou, we zijn bij 538. Edwin Evers gaat weer beginnen. Nou, superleuk. Ik was bij zijn laatste uitzending. En nu ben ik ook weer bij zijn eerste uitzending hier op de middag. Dus dat is hartstikke leuk. Emma weer lijnen, Emma vreten. Dat is niet normaal. Wat zie je er mooi uit, joh. Ja, ja, maar kijk, we lijken wel twins. Oh my gosh. Nou, hier kan ik niet tegenop. Ik val weer in het niet. Ik had nog meer aan moeten doen. DNG Award voor de beste nieuwkomer 2023 nationaal gaat naar... Zing met me mee tot morgen vroeg. Hier op het plein of in de kroeg. Zing naar het volle bord. Wat kan jou schelen? Zing maar nog zoveel. Hallo, lieve mensen allemaal. Gezellig. Leuk trouwens dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Ik ben met Edwin Evers geweest, die is weer begonnen. Dat was natuurlijk fantastisch. Toen heb ik live met de Edwin Evers band mijn liedje mogen doen, de Twee Motten. Nou, dat klonk fantastisch. Die band is natuurlijk ook gewoon geweldig. En wat ontzettend leuk, even dat je weer gewoon terug bent. En ik heb een hartstikke leuke middag gehad. Nou, wat hebben we nog meer gedaan? Ik ben van de week, heb ik nog een top 40 award uit mogen reiken. Samen met Marieke Elsinga van Q Music. Dat was natuurlijk ook superleuk. Een mooie happening in Ahoy. Ik heb opgetreden. Ik heb een heerlijke week gehad. En de single gaat nog steeds goed in de Twee Motten, dus ik ben hartstikke blij. Dus blijf de plaats streamen en ik ga even een weekje skiën. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Nou zeg, wat, ik heb gisteravond even een stukje gezien over die kerstballen, wat hilarisch. Hoor iedereen erover. Nou, geweldig. Ja, maar wat was het nou? Uiteindelijk was het maar voor de helft, die kerstballen. Ja. Nou ja. Maar was hij omgedraaid? Nee, hij was maar voor de helft. Wat is dit? Dat lag in mijn kastje. Is dat voor jou? Nee, dit is voor jou. Nou, en er ligt hier nog een doos. Want ik heb, kijk, deze kastjes even opgeruimd van de week. Of opgeruimd, even wat dingen... Ja, want er had ook iemand aan mijn doekjes gezeten, zag ik. Jij dus. Ja, ja, ik zweer het je. Maar wat is dit? Ik heb geen aandacht, Gerard. Dit is van jou. Maar heeft dat iemand hier afgegeven? Nee, dat ligt er al heel lang. Want de laatste keer dat ik die kastjes heb schoongemaakt. Maar zou dat nog goed zijn? Even kijken, welk jaar is dit, Roos? Wat is dat? BioQ? Ja. Ziet er wel heel duur uit. Ja, maar het ligt er al... Collageen. Het ligt er al heel lang. En wat is heel lang? Ja, maar niet een paar jaar of zo? Nee, kijk, die kastjes doe ik er ook niet elke week. Maar kun je nog herinneren de laatste keer dat ik al die kastjes heb gedaan? Ja. En de lades en zo. Dus hoe lang zou dat geleden zijn? Een jaartje geleden? Nou, dat weet ik niet. Maar dit zo lang ligt het er. Ik weet niet meer van wie ik dat dan gekregen heb. Ja, maar het ligt er al langer op. Maar wat is het nou uiteindelijk? Het zijn drankjes. Ja. Het ziet er wel heel duur uit. Nou, ik weet niet of jij het kan lezen, maar ik niet. Nou ja, ik doe heel stoer, maar ik kan het ook niet lezen. Nou, hier is het, dames en heren, de lam helpen de blinden. Gaat, ja, heel goed hier. Het is niet te glad. Waar heb jij trouwens je handschoenen voor aan? Nou, ik ben de grasvloer aan het dweilen. Oh. Als je het goed vindt, tenminste. En ik ben even het groen aan het weghalen. Groen? Op de tegels. Moet dan hij dat niet even doen, Michiel? Ja, maar ik heb speciaal spul. Spuit je erop en dan laat je het intrekken. Water eroverheen en was alles maar zo makkelijk en dan is het weg. Oké, Roos. Nou, heel goed. Ja, ik kom net met bed, dus ik ben nog even aan het bijkomen. Nou, mijn schoonzusje is jarig. Die komt hier tulpen brengen. En ik hoorde net dat ze jarig is. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep, 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 hoera! Hiep, 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 hoera! Hiep, 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 hoera! Nou, jongens. Wauw, wat lekker. Gezellig. Appelgebakje met slagroom. Wil je ook slagroom? Ja hoor. Wat lekker zeg. Nou, oh, dat is toch wel weer even gezellig. Nou Willem, is het waar? Het is Italiaans
I love it. I love ja, ik vind het wel een mooi schilderij. De warme kleuren in Italië. Nou ja, die ja, zie je het. We hebben toch nog dezelfde smaak. Zie je toch nog dat wij broers zijn. Oh, jij moet die kist even pakken als je wil, Willem of Mark. Voor in de auto. Dan hoef je het niet te schagen te brengen. Oh, nou, dan breng ik het wel even naar huis. Willem, kijk eens. Dat kregen ze nog voor de kerst. Echt waar? Maar ja. Die had ik voor mij gebracht al, toch? Nee, dat was chocoladeletters in de platen. Oh. Ik vind dat die rotzooi een beetje een achterhoek moet. Ja, dat zijn de stoel. Dan doe ik hem op de achterbank. Oh ja, dat lukt. Nou. Nou. Dat gaat hem niet worden, denk ik, Willem. Nou, dat gaat hem wel worden. Ja, echt waar? Pas al over de breedte. Ja, want ik ben een beetje mijn zolder aan het opruimen. En dan ben ik heel blij als mijn broer langskomt. Je vindt altijd wel iets leuks, toch, Willem? Helemaal juist. En een lekker wijntje, daar houdt de familie ook van. Kunnen we ook niet genoeg van krijgen? Nee. Het is altijd leuk. Ik ga maar skiën, dus ja. Goedemiddag. Nou, jij wil een pakje van bos weg. Nou, ik kom even kijken. Maar je ziet dat door de bomen bos niet meer. Hoi, hoi. Hoe is het? Lekker met jou. Goed hoor. Goed. Wintersport. Ja, er moet toch wat gebeuren? Ja. Nou, ik ga maar even kijken, gezellig. Ik ga dit jaar volledig over de top. Ik ben er klaar mee. Dat gewone zwarte gedoe en donkerblauw en grijs. Ik vind dit helemaal de bom. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het enig. Ik word hier heel blij van. Echt, ik vind dat zo leuk. En ik moet wel zeggen dat het een beetje vrouwelijk is, maar ook dat kan ik hebben. Hier heb je hem ook nog zo. Deze. Hij kan het doen, natuurlijk. Het gaat volledig, het loopt volledig uit de hand hier. Maar ik kan het hebben. Het is toch hartstikke leuk. En dan heb je een kleurtje. Nee. En dan kom je zo de chin-chin in. Ha, jongens, daar ben ik. Joehoe! Doe hier even wat. Gezellig! Enig. Ik ben geheel op de verkeerde afdeling, geloof ik. Maar ook dat maakt natuurlijk niks uit. Zeg, jongens, als jullie het goed vinden, dan... Dan ga ik een ander jasje aan. Nee, jullie kijken of het leuk is, dan loop ik even voorbij. Zo. Deze kant elkaar, heel goed. Dit is toch een knal waar, jongens. Hier de wintersport mee opkomt. Hij past ook nog gek genoeg. Volgens mij is hier al een hap uit, of niet? Oh nee, dat staat het merk op. Ik denk er is een hapje uit, maar dat is het merk. Oh, die is goed. Die is goed, hè? Is die niet leuk voor met de toppers? Enig, nu al. Ik heb twee leuke jasjes. Uitgezocht en een nieuwe broek. Dus ik kan er weer tegenaan. Ja. Perfect. Ik ben er blij mee. Zo. Yes. Oh. Maar ik moet je zeggen dat ik er nog een hoop geld vind dat ik moest betalen. Mooi nagehouden, Mark. Waarschijnlijk. Nog nooit gebeurd. Nee, nog nooit gebeurd. Hoi. Middag. Goedemiddag. Enig idee waarom we je aan de kant zetten? Geen flauw idee. De Scheveningse weg. Keert u naar links. Ja. Dat mag niet. Je mag alleen echt doorrijden. Is dat zo? Ja. Dus je gaat daar wel een parkeren voor krijgen. Oké, nou dat is prima. Ja, heb je niet gezien? Nee, dat kan. Ik heb alleen niet de rijbewijs, maar wel een foto. Oké, top. Mag je even je motor uitzetten? Zoek. Hebben ze nou godverdomme niks anders te doen? Hé? Hey? Nee. Brave burgertjes best. Ik vond wel twee knappe gasten, maar daar hebben we niks aan. Ik wou net zeggen. Jezus, Mina, een beetje naar rechts rijden. Wat zeg. Jezus. Nou jongens, we hebben de miljoen streams gehaald met het liedje De Motten. En ik zie dat onze lieve hond Buddy, maar ook feliciteerd. Dankjewel Buddy. Hartstikke lieve miljoen streams. Nou, dat is best bijzonder hoor. En ik ben er ontzettend trots op. Dus dank jullie wel, maar blijf hem streamen. Hè? Want blijft een leuke plaat toch, of niet? Nou, zo is het wel genoeg, schat. Ja, we zijn bij 538. Edwin Evers gaat weer beginnen. Ja, superleuk. Ik was bij zijn laatste uitzending. En nu ben ik ook weer bij zijn eerste uitzending hier op de middag. Dus dat is hartstikke leuk. Dan zie ik Doodje al lopen. Ik zag net nog wat bekende mensen. Wat gezellig. Nou, en hebben we hier nou eens mee? Ja. En we zien hier de oud-directeur van de NPO. En nu weer de directeur van Talpa. Alles goed met u? Jazeker. Fijn om te horen. Nou, en hier allemaal bekenden. Gezellig. Dus we hebben er zin in. Waar drukken we op deze? Ik geef deze even aan jou nu. Oh, oké. Okay. Oh, wacht. Hij staat helemaal verkeerd om, joh.
Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Ik ga een bakje koffie halen. Oh, wacht, je neemt deze even mee dan. Goedemiddag. Waarom heb je die, die lessen na, Gerard? Nou, ik heb vergeten alle twee woordjes iedere keer. Dat wil ik voor de radio niet doen. Oh. Dus dat is een beetje kut. Ja. Welke woordjes zijn dat dan? Dat zijn het woordje huwelijk mee en verwoest. Maar jij bent toch heel goed in huwelijken verwoesten? Ik heb er nooit anders gedaan. Wat een grote bezetting, wat leuk joh. Ja, vind ik echt gaaf. Voor jou hoor. Nou, vriend van mij, ik voel het wel even zo. Ben, ja, ik vind het super. Want je was ook bij mijn afscheid. Ja, ja en tenminste, niet het afscheid. Je bedoelt, nee, maar gewoon afscheid. Ik had een jaar eerder gehad dan ik, natuurlijk. Nee, daar gaan we wel vanuit. Hopelijk er allemaal nog heel lang mogen zijn. Nou, dat mag ik ook over jou. Maar we zijn heel goed op vrijdagmiddag. Ik heb al eerder met jou op vrijdagmiddag ergens gezeten. Ja, jezus, weet je dat nog? Het liep wel uit de hand. Jeetje, maar was jij lam toe, zeg. Nou, ja, we konden er ook wel wat van. Sorry, daar ben ik kwalijk. Ja. Nee, ik weet het, jaren geleden zaten wij een keer bij Wilfred samen in de uitzending, toch? Ik weet niet hoe lang geleden, maar ik denk, jaren 4, 5. Ja, zeker. En Geert wist niet dat ik er was, ik wist niet dat hij er was, maar we kwamen daar elkaar tegen. En het werd uiteindelijk bijzonder gezellig. Ja. Geert begon met, doe mij maar een wijntje. Ik denk, ja, kan ik niet achterblijven natuurlijk. Nee, maar je wil zo'n programma toch een beetje kleur geven. Je wil het kleur geven natuurlijk, je wil het in kleuren. Dus daarom 4 uur, om 6:30 hadden we ook allebei 1,5 fles wijn op. Maar wij moesten s'avonds allebei stonden op hetzelfde feest. Dat was mooi. Geert zegt, ja, ik moet nog spelen vanavond. Ik zeg, ja, ik ook. Nou, waar, hij zegt, dan? Waar moet jij nou naartoe? Ik naar Rotterdam. Ik ook, zegt hij. Dan stonden we op hetzelfde feest. Oh, ja, nee, dat was wel eventjes... Ja, is goed gekomen. Ik moet je zeggen, overigens, dat, of je het wel of niet gelooft, maakt dat niet uit. Maar ik drink echt nooit niet een druppel voor een optreden. En dit was nou ook gewoon, ja, de overbrugging was te groot. Ja, dat is het probleem. Het werkt gewoon niet als je gaat drinken met een optreden. Er zijn wel collega's die dat wel heel goed doen. Ja. Ik ben daar toch niet zo goed in. Ja? Nou, jij wilt namen horen. Ja, nee. Ik weet dat je die naam hebt. We kennen die namen allemaal, Gerard. Dat is ook natuurlijk. Maar jij zit nu al keurig aan de koffie, dus... Ja, nog wel. Hey, maar want heb je nog een optreden vanavond ook? Ik sta vanavond in het casino om 10:30 in Holland Casino, dat geloof ik, in Valkenburg. Dus dat is altijd leuk. In Valkenburg? Ja. Maar het verre Valkenburg of het dichtbij Valkenburg? Nee, het is het verre Valkenburg. Want ik kan me nog herinneren dat jij ooit eens gezegd hebt, ik pak een passer. Die zet ik op hoe heet dat ook waar je woont, de oude... Ja, dat heb ik ook 10 jaar lang gedaan. En ik doe 50 kilometer daaromheen en verder ga ik niet. Nou, jij zit met die 1/2 zie ik al in de Noordzee als je naam hebt. Dus er blijft te weinig over. En ik wil ook niet opschipperen, maar ja, het volk schreeuwt om me. Dus dat is dus zo gek, dat begrijp ik. Ongelooflijk. Maar je hebt wel weer knallen van een hit te pakken natuurlijk. Ja, een oud nummer afgesteld. Hoe kwam je daarop? Twee motten. Ik zou je zeggen, ik had een vriendin van mij, dat is een oude PR, dame van Fonogram. Die kwam met haar kinderen 2 jaar geleden met de kerst en zegt, ja, dat mot is bij die studenten zo'n hit. Ik zeg, ja, daar weet ik allemaal niks van. Uiteindelijk hebben we dat toch een keer gedaan, want ik zeg, ik moet een beetje van die platte nummers hebben, leuk voor in het land. Ik vind het echt top dat je er bent vandaag, Geert, want je gaat zo meteen een liedje spelen met de band. Ja, die band is fantastisch. Die gaan alle kanten op, die hebben net U2 gespeeld. Ja, niet normaal. Ik heb het gehoord in de auto. Dat was niet normaal, hè? Niet normaal. Je single staat bovenaan, dus daar hoef je ook verder niks meer aan te... Heb je ook alles aan gedaan, hè? Kijk, als je volgende week nog een keer mee kan pakken, dan graag. Geert, natuurlijk, dan kan je van de baan. Kijk, dat is altijd weer mooi. Zo werkt dat ook. Je weet nu gewoon dat je een plek hebt op vrijdagmiddag, hè? I love you. Oké. Oké, we gaan zo naar je luisteren. Dan leuk, man. Leuk dat je bent. Gerard Joling zometeen live met 2 motten. Nou, ik kom net aan hier in Limburg. Kijk eens even, beste Gerard, welkom in het gastvrije uit Limburg. Ik kijk wel tegen mijn eigen gezicht daar en kijk eens, wat een strik. Nou, dit is toch fantastisch. En nu loop ik even mee met de mannen. Want ik heb hier natuurlijk als jonge jongen zijn natuurlijk ook al opgetreden, maar ook nog niet zo lang geleden, een paar jaar geleden. In november stond ik in Venlo. Ja, klopt. Dat was ook top. Volle bak.
Volle bak. En dat is het vanavond weer, ga ik vanuit. Het is vol. Dat zeg ik. Even kijken. Nou, nou gaat het gebeuren hoor, dames en heren. De jonge Gerard Joling. Jeetje. Oh ja. Je had toch zwart haar, zie ik. Ik wel. Wat grappig. Wat een hoop bekende. Karin, leuk. Anita Meijer. Kijk, hier ook nog Gerard Joling. Hoe lang is dit geleden, joh? Ik zou het moeten natrekken, maar het is even een tijdje geleden. Maar dan moet er eentje bij, jongens, want de tijd staat... Ja, we moeten wel even een nieuwe foto maken, directeur. Ja. Is het bedoeld dat je strik omdoet? Ja, met optreden. Hoe doe ik dat dan? Nou, met de, hier een zuignap. Die moet je zeg maar in je mond doen. Nee. Hier, hou jij maar vast. Ik denk dat je dit zo moet doen. Ah. Dat je het zo moet doen. Kijk, zo. Hoe moet hij in je haar? Ja, ik zou hem op mijn hoofd doen. Misschien kan hij... Misschien... Goedenavond. Ik denk dat hij zo moet. En dan vliegen. Ja, als dat lukt. Zo. Even kijken. Ja, dat hoort toch niks. Ik moet in mijn hoofd, denk ik. Ja. Dat ik hem zo vastzet op mijn hoofd. Ja, dat past wel. Zo, met die zuignap. Ja. Zoiets. Is dit leuk of niet? Ik zeg doen. Dit is toch fantastisch. Goedenavond. Hallo. Valkenburg. Gezellig. Jeetje, Nina. Nou ja. We hebben nog in Venlo gestaan bij jullie collega's. In Venlo? Ja, was ook leuk hoor. Ook een mooi casino hoor. Dank u wel hoor. Laat het u smaken. Heerlijk, dank u wel. Nou, heerlijk bedoel ik dus. Een lekker satéetje. Fantastisch. Oh. Nou, papi had op trek. Dus het komt goed uit. Emma weer lijnen, Emma vreten. Ik moet zo optreden. Maar wil je nog wat eten? Ja, graag. Ja, het probleem is dat niemand wist dat ik eigenlijk een drieling was. Maar dat ben ik toch. En heel lullig. Het is toch op dat ze hier die grote poppen maken in het casino, joh. Ik vind het echt... Roulant, die moet ik ook even opschrijven voor deze. We vechten ze om die dingen. Snap jij dat nou, oude man? Ik snap het niet. Maar goed. Gulam en Demme van Dungen en die andere is weg voor Danielle. Nou, die hebben ze al meegenomen. Nou, prima. Er waren twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen daar pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet. Sjerman, de dame, en die legt me even uit. Ik ga straks met Marieke een prijs uitreiken. En dat betekent dat wij de internationale nieuwkomer doen, maar ook een nationale. En dat houdt in dat het altijd heel fijn is als je geen autocue hebt, dat je dat voor een kaartje kan doen. Dus die hebben wij allemaal geprint. Die hebben we allemaal gekregen. En die legt nu op volgorde ook, zie je. Oh, we moeten wel voorzichtig doen, want straks dan ziet iedereen de winnaar al. Dat mag natuurlijk niet. Deze is voor jou. Ja, dat geeft hij aan Marieke.
top. Nou, hartstikke goed bewaard. Ja, natuurlijk. Neemt ons hier achter, niemand iets ziet. Zo. Top. En dan gaan we, het is heel leuk, dan mogen Marieke en ik samen de prijs uitreiken. Er zijn heel veel bekende sterren hier, met name internationaal, maar ook nationaal. Dus ik vind het super gaaf dat ik gevraagd ben. Maar ik vind het ook heel gezellig om al die collega's te zien. Wow, no. Wie zijn er dan? Wat matchen wij goed? Nou, dat is niet normaal. Wat zie je er mooi uit, joh. Ja, joh, maar kijk, we lijken wel twins. Oh my gosh. Nou, hier kan ik niet tegen op. Ik val weer in het niet. Ik had nog meer aan moeten doen. Lieverd. Hey, hoe ga je? Ja, goed. Goed zo. Jij? Ja, heel goed. Jij dacht dat ik nergens was, maar ik was het in het eekhoornpak. Jeetje, wat een rijtslegerij allemaal, hè. Iedereen zei, Marieke Elsgen, nee, jij toch niet Nens. Nens. Nou ja, die compliment. Is ook zo slank. En echt die ik kon natuurlijk ook heel goed zingen vroeger. Dank je wel. En jij zong ook? Goed. Ach. Nou, ik heb het niet kunnen horen. Nou, maar ik dacht dat het ook uit zo'n bandje kwam van zeg maar eind jaren 90. Dat het die pop was, weet je wel. Working 9 to 5. Ja, je kan het natuurlijk wel. Maar ik dacht, ik had mijn staarten thuis. Nee, maar jij hebt dat heel goed gedaan. Maar goed, dan zat ik er niet zo lang in gezeten. Het was echt leuker. En wij dachten ook, is het toch jij een musicalster was? Ook omdat je toch wel, ja, je had wel hele pittige bewegingjes ook iedere keer. Daar ben je zo normaal in gedaan. Ja, ja, ja. Het is zo'n ander iets om het voor te kunnen stellen. We hebben het leuk, we hebben het leuk. Heel goed. Hé, spreken we nog even door? Prachtig. Ja, heel goed. Ik heb hier de kaartjes. Ik ga nog even zitten nu het nog kan. Jij hebt kaartjes. Ja, zij heeft kaartjes voor jou. Luca, jij hebt zeker wel kaartjes. Skip mij. Ik skip jou. Ja, mooi. Jij bent rond 10:09. Proost. Cheers. Ben jij geloof ik degene die bij die internationale zegt en de winnaar van de beste nieuwkomer goes to. Ik zeg de artiest. Top. Leuk. En bij die andere draaien we het om, dan doe ik het soort van zinnetje. Top. Super, super leuk. Doe even mijn kaartjes goed recht. Ja. Ik zie je zo. Zo, Geer. Helemaal strak, jongen. Lekker. Hij zal van een bandje komen, denk ik. Hallo. Joris. Hallo. Joris. Hallo. Zeker wel. Hey, wie is hier weer? We gaan. Ik moet er nog wel in lopen, maar ik weet niet waar mijn collega is hier mee. Je was het niet Jurgen of Jurgen? Ja, die zijn we kwijt. Waar is hij? Oh, ja. Oh, de groep loopt. Als je achter dit groep loopt, dan... Alles goed? Ja. Fijn. Dat heel slecht licht is dit, hoor. Ja. Een beetje red light. Ja, ja. Maar dan moet je helemaal achterdoor, moet je gewoon weer naar de rode lopen. Dat is toch wat, hè? Hollandse kan het niet. Nee. Normaal word je natuurlijk als ster met een limousine volgereden. En dan moet je ook eerst naar de hotel toe. En uiteindelijk sta je s'avonds naast de Febo. Ja. Hi! Dan kom je de dingen uit. Ja. Precies, in het theater of wat dan ook. En dan moet je zien dat je thuis komt. Ja. Ja. Dat is toch ook wel weer leuk. Ja, zeker. Wil je erbij blijven, wel, alsjeblieft? Ja, lekker bijblijven. Heel graag gedaan. Dankjewel. Dan moet je gewoon wachten om op de rode loper te gaan. Verschrikkelijk. Ja. Maar ja, dat hoort erbij, dat is Hollands. Ja, het heb ik pas in deze keer. Klein beetje weekend op. Dit is hem. Top. Dankjewel. Ja, je kunt doen wat je wilt. We gaan beginnen met de eerste award van vanavond, die voor de ING Beste Nieuwkomer 2023. Een prijs voor talent, een prijs voor belofte van talent. En om die prijs uit te reiken is hier de crème de la crème, het neusje van de zalm van de Nederlandse showbiz. Hij was Beste Nieuwkomer in 1985 en zij is de koningin van de Kier Music Ochtendshow. Hier zijn Gerard Joling en Marieke Elsinga. Ja, dit is dan de beste nieuwkomer in 1985. Hoe was dat, Geert? Ja, dat is al 120 jaar geleden natuurlijk. Hey, we gaan lekker beginnen. We hebben namelijk 2 awards uit te reiken. We kijken namelijk naar internationaal en nationaal. Zullen we maar gewoon beginnen, Gerard? Ja, helemaal toppie.
In Nederland hebben we ook niet stilgezeten. Er zijn ook ongelooflijk veel Nederlandstalige artiesten die het fantastisch hebben gedaan het afgelopen jaar. En ja, wat kan ik erover zeggen? Het is best spannend. De ING Award voor de beste nieuwkomer 2023 nationaal gaat naar... Ik denk dat er toch een engel bewaarder bestaat. Marco Schuitmaker! Dat er een engel bewaarder bestaat. CD-hoesjes zo. Ja, precies. Grappig. Ja. Ja, hij heeft hem, maar jij niet. Nee, maar. Goed luck. Heeft wel plezier, hè? Goedjes. Gewoon lekker naar boven. Doei. Doei. Doei, Gerard. Dag, Gerard. Doei, Gerard. Hé, hey, bedankt. We gaan. Ik loop altijd verkeerd, toch? Ja. Mensen, fijne avond. Fijne avond. Groetjes. Doei. Tot ziens, hè. Doei. Voorzichtig. Doei. Sigaretje, drankje, gezellig. Helemaal voor elkaar. Gerard, wat ben je aan het doen? Nou, ze hadden gevraagd Tim en Rick Romijn van 538 of ik nog weer een jingle in wilde zingen. Omdat het liedje natuurlijk hartstikke goed gaat. En daar had ik eigenlijk geen tijd meer voor, want ik heb de hele dag televisie. En maandagochtend vlieg ik heel vroeg weg naar Oostenrijk. En we komen nu net, kijk hoe ik eruit zie. Zo ga ik normaal dus niet naar een studio toe. In de glitter en de glamour. Maar we komen net bij de Top 40 Awards vandaan. En ze zeggen, John, als het kan, zou ik het dan nog in kunnen zingen. Dus het is nu zaterdagavond 10:30. En we gaan toch nog even de jingle doen van 538. Want dat vinden zij heel leuk. Maar het is voor mij natuurlijk ook heel leuk als de plaat weer gedraaid wordt. Dus het is een gigantische, sympathieke wisselwerking, denk ik. Een win-win. Nee, John. En ja, komt, John. Maar dit is daar dus lekker, hè? Dan staat hij dus gewoon in vol ornaat en ik word uit mijn nest getrokken. Ja, dat is ik. Ja, echt op je nest ook? Nee, natuurlijk niet, John. 15 uur in de auto gezeten uit Frankrijk. Ja. Lekker. Je zal alweer motten. Je moet aan de slag. Ontbijt in je mik. Weer een nieuwe dag. De nacht was kort, de file lang. Je komt vandaag maar niet op gang. Dan moet ik weer even ademhalen en doen we de volgende. Ja, zullen we even een pikje maken? Maar dan is daar die ochtend... Nee, sorry. Maar dan is daar die ochtendshow. Zullen we daar erin gaan? Ja. Komt ja. Maar dan is daar de ochtendshow, je vrienden van de radio. Nog een keer hoor, sorry. Je zal weer motten, je moet aan de slag. Ontbijt in je mik, weer een nieuwe dag. De nacht was kort, de file lang. Je komt vandaag maar niet op gang. Maar dan is daar die op de show, je vrienden van de radio. Je dag begint beter, als je erom lacht. Je dag begint beter, dan zit uit die acht. Nou, die eerste galm van 5W18 nog even iets harder moeten, voordat hij wegzakt in de galm. Precies, deze. Ja, die. Pakken we die op. Begin gewoon iets te harder. Misschien die tweede ook nog wel ietsje harder, voordat hij helemaal... Ik vind het wel leuk klinken dit zo, hoor. Dat zijn wij goed, hè? 8. Kapper! Dank je, John. Helemaal goed. Nou, je wordt er natuurlijk godsgeslagen blij van. Daar doen we het voor, hè? Nou ja, ik kan alleen maar zeggen, ik wens iedereen een hele fijne week. Geniet er lekker van. En je weet het, je kunt me volgen op Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter, TikTok en natuurlijk mijn eigen YouTube kanaal. En nou jongens, Geertje is blij. Ik hoop dat jullie een hartstikke leuke week hebben. Hartelijk dank voor het kijken, de leuke berichten. En je kan mijn clipjes ook gewoon bekijken op YouTube. Nou, dat is wel weer een boek reclame die ik maak voor mezelf. Hè. Lieve mensen, fijne week. Dikke kus van Geert. Doei. Het is nog heel vroeg hoor, dat je niet denkt, wat heeft hij aan zijn stem? Het is morgens 8:00, maar we moeten vroeg vliegen. Dus Geertje is vroeg op. En ik moet fit zijn. Yes!